Ja, dat was hier de partyhouse van de Grappenhaus. Partyhouse met Grappenhaus. En volgens mij gaan we verbinding maken met Nijmegen. Met Nijmegen, ja. En daar hebben we de enige echte Ronnie Ruijsdaal. Ronnie Ruijsdaal, ja. Met spreek ik met Land van Kaart. Ja, daar spreek je mee, ja. Met Peter en Martijn. Ja, heel goed, jongens. Zo, hoe is het met jou, Ronnie? Nou, ik heb een ongelooflijk verzetje, want ik heb me net even teruggetrokken. Ik was uitgenodigd voor een spelletjesavond met een paar mensen. Nou, het is een eeuwigheid geleden dat ik toch een leuke ding af doe. Dus ik ben dolgelukkig met een spelletjesavond vandaag de dag. Ja, Ronnie, kan je boeken voor spelletjesavond? Dus, maar Ronnie, je mist natuurlijk wel het optreden, lijkt mij. Ja, ik moet wel zeggen dat ik wel de laatste tijd, nou, afgelopen weekend heb ik weer heb ik een online bingo meegedaan. Dus daar kijken er honderden mensen toe. Heb ik ook zo'n bingo kaart. Dat was voor Pia Kroeg in Nijmegen. En daar zitten al mensen over heel Nederland hebben daar kaarten voor gekocht. Maandag heb ik weer iets voor de sponsoren van NEC. Die week daarna geef ik samen met mijn compagnon Matthijs een college op de hogeschool. Dus er komen wel weer, en er komen ook aanvragen voor het najaar. Dus er glooit een beetje licht aan het einde van de tunnel. Plus ik ben met een single bezig. Dus ik zit toch niet allemaal stil. Hey Ronnie, hoor ik dat goed? Een college voor de hogeschool. Wat moeten we daarbij voorstellen? Ja, Matthijs is mijn manager. En wij geven eigenlijk al jaren op mbo's, maar nu zeggen we ook op hoger beroepsopleiding, geven wij dus gaan we op college tour. En dat zijn studenten die willen dan studeren voor iets in de evenementenbranche. En wij geven dan een college met een PowerPoint presentatie en alle smeuïge verhalen van die over wat wij zoal meemaken binnen ons vak. Nou ja, ik ben zit zelf al natuurlijk al meer dan 25, ik zit al 30 jaar in het vak. Ja. Dus ik vertel gewoon hoe het was om voor de eerste keer in een Olympisch stadion, uitverkocht Olympisch stadion, liedjes te zingen. Om in een seksclub op te treden. Nou, je kent ze gek niet bedenken wat we allemaal vertellen. Want we hebben een hoop meegemaakt natuurlijk. Ja, je hebt zeker een hoop meegemaakt. Nou, dan ben ik zo benieuwd, want je bent eigenlijk, jouw bijnaam is de koning van de Polonaise. Maar je komt oorspronkelijk uit Drenthe. Maar hoe heb je zo goed de NEC kunnen leren uitspreken? NEC? Op het moment dat ik, hoe ik in Nijmegen terecht kwam, was een heel lang verhaal. Ja. Maar de liefde sloeg over toen ik voor de eerste keer met de trein over de spoorbrug reed. En ik keek naar die stad en ik keek naar die Stevenskerk op die bult. En ik denk, ja, maar dit is wel mooi. Ja. En toen werd ik door iemand opgehaald van de trein. En die nam mij mee naar Café de Sien. Nou, misschien ken je dat nog, maar dat was vroeger op de markt. Jazeker. Café de Sien. En daar was een mevrouw met een blonde bobline. En daar zat iemand piano te spelen. Speelde Franse liedjes. En die mevrouw die had pumps aan van die klikhakjes. En die liep dus door de kroeg. Klik, klak, klik, klak, klik, klak, klik, klak. En die man speelde Franse chansons op piano. Ik dacht, ik wil hier wonen en ik ga hier ook nooit meer weg. En zo is het gekomen. Dat is eigenlijk Nijmegen en Ronnie Ruijsdaal als één. Dus je moet er ontzettend van balen. Dus dat al voor de tweede keer de vierdaags niet doorgaat. Dat zijn hele zure dingen. Daar moet je niet al te lang over nadenken. Maar er zit nog een half jaar aan te komen voor het juli is. En dat half jaar moet je dan ook nog gewoon een keer accepteren dat het hele spektakel niet door kan gaan. Er komen toch op straat mensen tegen die uit de horeca komen zeggen, nee, maar we gaan wel feestjes bouwen. Ja, ik zeg, jongens, ik help het je hoop, want ik kom graag. Maar het vierdaagse gebeuren aan zich natuurlijk, die wandeling met al die mensen over heel de wereld. Ja, het is gewoon pijnlijk, maar het is zoals het is. Ik vind het wel moeilijk, want er zijn zoveel slachtoffers eigenlijk. Maar ja, daar zijn we nu al een jaar mee te maken hier. Er valt niks te beredeneren, we hebben het maar te accepteren. Ja, het is zwaar ook vooral voor jullie in de artiestenwereld. Maak je nieuwe plaatjes en ik vond hem heel leuk. Kusje door de lucht, dus ik zie hem helemaal voor me. Ja. Dat is eigenlijk ontstaan ook zeg maar, door deze coronaperiode. Kusje door de lucht was eigenlijk iets. Ik dacht, ik moet iets. Want sommige nummers schrijf ik zelf, andere zijn covers. Maar dit was echt een zelfgeschreven liedje. Ik kwam een jongen tegen in een studio, Daan, die heeft een studio. En ik zei, weet je, zullen we iets samen gaan doen? Ja.